Ook deze week spraken wij weer met verschillende mensen in de sportwereld. Diederik, jij sprak met Mounir El Hamdoui. Ja, Mounir El Hamdoui, sierlijke voetballer. Ja. Maar hij is natuurlijk in opspraak geraakt omdat hij allemaal mensen bedreigd heeft met fruit. Oh ja. En ik kon hem daar toch even een paar vragen over stellen. Ja. Mounir El Hamdoui, jij staat bekend als de fruitbedreiger. De fruitbedreiger, omdat je allemaal mensen bedreigt met fruit. Weet ik niks van hem. Nou ja, ik hoor allemaal verhalen dat jij overal mensen intimideert met behulp van fruit en dat het heel vervelend is. Voor wie? Voor de slachtoffers, maar ook voor Ron Vlaar die nu in jouw plaats in de gevangenis komt, klopt dat? Waar heb je het nou over? Je vraagt aan mij of die voor mij erin zou komen. Je weet toch dat je niet mag dreigen met fruit? Kan ik dat nou weten? Je vraagt altijd van die rare vragen. Het is ook raar, daarom juist. Daarom juist. Weet je, ik praat niet meer met jou. Oké. Okay. Je bent een hele rare. Een hele rare vraag. Nee. Ja. Ja, hij kwam hier niet helemaal goed uit. Nee, hè? Nee. Maar goed, jij sprak met Robin Haase. Ja, klopt. Ja, deze week werd hij uitgeschakeld op het tennistoernooi van Dubai in de eerste ronde. Ja, en dat hoef je er niet bij te zeggen, hoor. Nee, oké. Maar goed, ik maak me natuurlijk al een tijdje zorgen over zijn seksuele gedrag. Ja, want hij heeft heel veel bedpartners, maar hij gelooft niet in voorboedsmiddelen. Nee, dat doet hij niet aan. Delicaat onderwerp natuurlijk. Maar ik heb geprobeerd om het voorzichtig ter sprake te brengen. Jij naait je elk tennistoernooi helemaal suf. Dat is een risico. Ik zou niet weten wat een risico is. SOA's bijvoorbeeld? Ja, maar die kan je elke week oplopen. Dus moet ik dan niet gaan tennissen? Dus zo werkt het natuurlijk niet. Ja, maar zo vaak en altijd zonder condoom, dat gaat toch een keer mis? Nogmaals, dat heeft er helemaal niks mee te maken. Of je nou traint, kan er wat gebeuren. Er kan wat in de fitness gebeuren, er kan wat op straat gebeuren. Dat maakt allemaal niet uit. Ja, dat is ook weer zo natuurlijk. Ja, hij heeft natuurlijk gelijk, maar hij zoekt het wel op, hoor. Precies. Het is niet zo dat als er een keer iets misgaat, dat hij dan kan zeggen dat hij er alles aan gedaan heeft om het te voorkomen. Nee. Nou, dan heb ik er ook nog eentje gemaakt, jongens. Oké. Ja. Hoezo? Wat? Leuk. Maar omdat we het... Ja, je hebt natuurlijk vorige keer een judoka verward met Henk Krol. Ja. Dus Tex en ik hadden het er voor de uitzending even over. Dat deze rubriek met die interviewtjes, dat misschien niet is waar jouw kracht ligt per se. Ja. Hey. Wat helemaal niet erg is. Nee. Hey, zal ik hem anders even zelf introduceren? Ja. Ik heb deze week gesproken met Shinky Knecht. Oh nee. Ja, de shorttracker. Die heeft namelijk een ongelukje gehad met zijn houtkachel. Ik weet niet of jullie het hebben meegekregen. Ja, dat was in het nieuws. Ja, precies. Nou, dat is natuurlijk interessant, dus daar kon ik hem iets over vragen. Hey Shinky, jij gaat terug naar de plek waar datgene gebeurd is. Maar wat is er precies gebeurd? Nou, het was donderdagochtend en ik zette de houtkachel aan. Die stond al aan. En op het moment dat ik... Het deurtje opende, viel er wat uit en dat viel op een fles met tinder. En toen explodeerde dat. En toen kwam die vloeistof ook op mezelf en dat brandde natuurlijk door. Hey, maar je hebt het toch wel vaker gedaan, de kachel aangestoken? Ja, maar normaal nog niet met tinder. Dat is even, de mama was op, dus ik had het even onder de garage gepakt. Ja. Gewoon wel makkelijk natuurlijk, maar dat is niet heel verstandig. Nee, maar nog één keer terug naar die kachel, naar die woonkamer. Dat vreselijke moment. Dus wat stond er op dat moment in vlammen? Ja, in principe gewoon vanaf hier tot hier. Hey, is hij lekker of niet? Ja, maar dit was gewoon echt. Nou ja, het was mijn stem, hè? Ik bedoel... Nee, maar je hebt gewoon de echte vragen uit het echte interview voorgelegd. Nou ja, we zullen nooit weten waar het echt over ging natuurlijk. Nee, dit was waar het echt over ging, want die man heeft echt een ongeluk gehad en dit is helemaal niet leuk. Nou ja, door het zo achter elkaar te zetten lijkt het alsof Shinky Knecht zichzelf in de fik heeft gestoken met een fles tinnen. Ja, als satirisch programma sla je soms de plank mis. Hier is duidelijk iets niet goed gegaan, dat betreuren we, ook namens de VPRO. En we zien de ophef met ledenogen tegemoet. Vond je dit een leuk filmpje? Bedankt! Leuk dat je het even laat weten. Stellen we zeer op prijs. Oh ja, nu we je toch spreken, abonneer je meteen even op ons prachtige YouTube-kanaal. Even abonneren. Doe maar. Ja, top. Ja, moet je doen? Ik zou het zeker doen. Ja.